van harte welkom bij een nieuwe Dit Was De Week. We doen het deze week even anders. We zijn nu buiten vanwege het heerlijke najaarsweer. Het zonnetje schijnt. Maar er is deze week ook heel veel binnen gebeurd. Want onze Tweede Kamerleden waren heel druk met het bespreken van heel veel belangrijke onderwerpen. Zeker. Van het onzalige rampplan Buy Now Pay Later tot antisemitisme bij de politie. En natuurlijk de financiële beschouwing waar Pieter Grimmis ons alles over gaat vertellen. We praten hier weer helemaal bij in deze nieuwe aflevering. Eerst iets kopen en het later betalen. Dat klinkt natuurlijk superhandig. Maar wij zien dit systeem liever vandaag dan morgen verdwijnen. Het jaagt namelijk heel veel mensen en met name jongeren de schulden in. Wat de ChristenUnie betreft gaat dit onzalige rampenplan daarom niet door. En dat maakt de Don in het vragenuurtje duidelijk. Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ik sta hier inmiddels voor de zoveelste keer om het te hebben over de gevaren van Buy Now, Pay Later. In 2023 hebben minderjarigen bijna 600.000 keer een aankoop gedaan via Buy Now, Pay Later. Terwijl dat onder de 18 helemaal niet mag. De schulden nemen toe, de handhaving laat de wensen over en de leeftijdsverificatie is nog steeds een wassen neus. Politieagenten die geen Joodse objecten meer willen bewaken. Dat bericht kwam deze week in het nieuws. Mirjam Bikker noemde dat capituleren voor antisemitisme en vroeg direct een debat aan met de minister. Vandaag bereikt ons het bericht van agenten die geen Joodse objecten willen bewaken en dat de korpsleiding bericht heeft voor morele bezwaren. Voorzitter, dat zou capituleren zijn voor antisemitisme. Daarvoor kan geen sprake zijn en dat moet zo snel mogelijk de wereld uit. En daarom vraag ik een debat en natuurlijk eerst een brief van de minister van Justitie over de gang van zaken. En goed nieuws voor bestuurders en gemeenten. Deze week stemde de Tweede Kamer voor een motie van Don die oproept om de spreidingswet naar letter en geest te blijven uitvoeren zolang er geen nieuwe asielplannen zijn. Laten we niet kiezen voor chaos, maar voor rust en duidelijkheid. Wij gaan nu naar binnen, want de algemene financiële beschouwingen gaan daar bijna verder. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zijn altijd de fractievoorzitters aan zet, maar bij de financiële beschouwingen de financiële woordvoerders. Bij ons is dat Pieter Grimmis, die gaan we even aan zijn jasje trekken. Pieter, AFB, dag 2. Geniet je ervan? De financiële beschouwingen zijn altijd een hoogtepunt voor een financieel woordvoerder. Voor de kijker thuis misschien een tikkie saaier dan de algemene politieke beschouwingen. Ja. Maar voor de fijnproever en de financiële nerd een hoogtepunt. Leuk, en dat ben jij. Hey, wat was jouw inzet gisteren tijdens je bijdrage aan de eerste dag van de AFB? Nou ja, dat het een tikje socialer moet. En dat er gewoon veel meer samenlevingsvisie in het beleid moet. Want ja, bezuinigingen op de giftenaftrek, op de maatschappelijke diensttijd zijn signalen dat er een zeer armoedige samenlevingsvisie bij dit kabinet is. En dat moet gewoon beter. Dus onze inzet is om dat soort maatregelen terug te draaien en gewoon de giftenaftrek en de maatschappelijke diensttijd overeind te houden. Ja, er was ook best wel wat commotie rondom de harde bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Vertel eens, hoe ging dat gisteren? Nou, dat was wel een opvallend moment. Het was mijn NSC-collega die echt met gestrekt been erin ging als het ging om die ontwikkelingssamenwerking en bezuiniging. Niet dat ze de afgesproken bezuinigingen die er helaas zijn ter discussie stelde. Maar er zit een soort geniepige bezuiniging in de stukken verborgen. Namelijk dat in de toekomst de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking niet meer mee zullen groeien met de groei van ons nationaal inkomen. Dat betekent dus dat als we rijker worden, ja, dat onze arme medemens buiten onze grens daar niks meer van merkt. Terwijl dat 50 jaar wel de staande praktijk is geweest. Dus altijd als wij rijker werden, kreeg onze arme medemens, om zo te zeggen, ook iets meer geld. Ja. En dat is gewoon met een pennenstreek geschrapt. En dat accepteert NSC, lijkt het niet, al moeten we het einde van het debat nog afwachten. En er ligt al een motie Bikker klaar om in ieder geval deze bom in de begrotingsplannen te ontmantelen. Mooi, dankjewel. Dat was hem alweer voor deze week. Volgende week nemen we een kijkje in de Eerste Kamer. Voor nu een goed weekend. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal om op de hoogte te blijven. En we gaan graag met jou in gesprek over de partijvisie en de plannen die we onlangs hebben gepresenteerd. Check onze website voor meer informatie. Doei!